was 45, kreeg ik darmkanker. In 46, toen ik 46 was, keerde ik terug. Toen ik 48 was, kreeg ik longkanker, wat een uitzaaiing was van de darmen. Toen ben ik voor de derde keer geopereerd en toen zei men dus afwachten. En dat is me slecht bekomen, want op de terugreis naar huis op de fiets dacht ik, ja, maar nou ga ik zelf ook wat onderzoeken. Toen is eigenlijk mijn zoektocht begonnen. Maar dan blijkt dat er een wereld van mogelijkheden zijn. Jomanda geweest, extract van de marentak inspuiten zelf. Dan krijg je koorts van, krijg je antistoffen. Kortom, ik was fel. Ik wilde niet dood. Maar dan komt het. Niemand wil dood. Hi, hallo. Hi, Kaiser. Hi. Nou, hoe is het gegaan de afgelopen tijd? Ik kwam dus in aanraking met dokter Luchten, die net in Gouden zat, over de Moerman-therapie. Nou, hij vertelde ook van, ik heb het boek gehaald van dokter Moerman. Man is vergruisd, kwakzalver van de eeuw gemaakt. En dokter Luchten maakte mij ook duidelijk dat dat een kans is om te herstellen en te voorkomen. Ja, ik neem ook een beetje sappie, groentesap. De Moerman-aanpak is eigenlijk over voeding hebben die de mens nodig heeft. Niet voor het lekkere. Alles wat geraffineerd is, moet je niet gebruiken. Dat is de sterke kant van de Moerman-therapie. Ik heb een beetje een hekel aan het woord alternatief. Daar heb ik echt een hekel aan. Het zijn mogelijkheden. En die mogelijkheden worden niet door de reguliere artsen allemaal gebruikt. Dat is jammer. En ik vind ook eerlijk gezegd dat er terug moet keren, ook in een ziekenhuis, op de derde etage, bibliotheek. Ik maak rondom mij heen reclame voor de Moerman-vereniging. Bibliotherapie is voor mij de snelste manier voor kennisoverdracht. Ik was zo vaak bezig met mensen s'avonds om het uit te leggen. Ik was eerst het boek lezen. Zo kwam ik op de bibliotherapie. Je hebt invloed. Het is geen garantie. Helemaal niet.